ben al best wel een janker. Maar ja, op de dinsdag ga ik Sander huilen. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over de dinsdagtip. Kut. Echt heel kut. Huilen. Ja, echt. Ik ben al best wel een jankert. Maar op de dinsdagtipdag ga ik Sander huilen. Valt mee. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet zo iemand ben die de hele nacht doorgaat. Best wel een brave jongen eigenlijk, hè? Als je dit zo hoort. Ja, gewoon werken. Gewoon gaan met die banaan. Van middelen zoals ecstasy of wel MDMA word je heel euforisch, heel vrolijk. Dat wordt eigenlijk een beetje kunstmatig opgeroepen. En dat komt omdat een stofje, wordt ook wel het geluksstofje genoemd, serotonine, in je hersenen, de hoeveelheid daarvan wordt verhoogd. Die voorraad is wel op een gegeven moment ook uitgeput. En dus als je dat in één keer helemaal hebt opgemaakt, kan het zijn dat je de dagen daarna, moet weer langzaam aangemaakt worden, maar gewoon wat tekort van dat geluksstofje hebt. En dat is een van de verklaringen van wat mensen ook wel de dinsdagdip noemen. Want ik heb ook ADHD, heel erg. Dus wat er bij mij gebeurt, heb ik een keer aan mijn arts gevraagd. Kijk, een keer, als ik actie op heb, dan echt twee dagen na, wil ik echt gewoon dood. Gewoon, ja, het klinkt heel heftig nu. Niet dat zij dacht dat ik echt dood wilde, maar meer van dat ik me gewoon echt kut voelde. En zij zei ook van, ja, jouw serotonine zit al hoog, omdat je ADHD hebt en jij schiet nog voorbij die piek. Wat betekent dat bij jou, waar die mensen hier zitten, bij serotonine van, soms zeggen, onder, zit jij daar nog onder. Dus bij mij is het nog heftiger. En gewoon echt om kleine dingetjes. Gewoon dat de vork niet goed in de la past of zoiets. En dan is het echt zo van, waarom is het leven zo zwaar? Maar ik voel het dan ook echt. Niet iedereen hoeft de dinsdagdip hetzelfde te ervaren. Van de een kan heel zwaar en moeilijk zijn. De andere gaat de fluit om doorheen. Het is van tevoren niet te bepalen hoe je nou precies voelt. Maar zorg je vooral wel dat je erop voorbereid bent. Ik denk wel dat ik vroeger wat emotioneler was. Nou, ik zit nu zeg maar lekkerder in mijn vel. Dus nu heb ik dan eigenlijk minder last van die dinsdagdip. Omdat ik gewoon heel makkelijk kan denken, nou, ik heb het eigenlijk best wel prima. Ja, ik heb heel snel last van een dinsdagdip. Ja, ja, nu niet meer. Natuurlijk zoveel omdat ik geen ecstasy en MDMA meer doe en zo. En andere drugs die ik doe, daar krijg ik niet echt een dip van. Maar ja, ik had er vroeger wel altijd heel erg last van. Ik heb wel één keer gehad dat ik ecstasy gebruikt had en de week erop voelde ik me echt niet zo goed. Toen heb ik gelijk de psycholoog gebeld. Nou, wat je kan doen als je in de dinsdagdip zit, is houd die dag zo rustig mogelijk. Maak van tevoren geen afspraken. Het kan gebeuren dat je op die dag ook angst of paniekaanvallen krijgt. Zorg dat je dat aan iemand vertelt die je vertrouwt. Komt het vaker voor of wordt het vrij ernstig, ga dan snel mogelijk naar de huisarts en laat je daar helpen en steunen. Want als je er niks aan doet, kunnen die problemen alleen maar groot worden en heel lang duren voordat je er vanaf bent. Ja, ik voel hem wel, maar ja, het is niet dat ik echt van een brug af wil springen of zo. Ik heb ook mensen gehoord die echt gewoon wakker worden en het leven niet meer zien zitten. Maar ik heb gewoon dat ik gewoon om alles moet janken. Ja, een beetje alsof je ongesteld bent. Ja, ik voel me gewoon heel eenzaam, heel verloren. Of ik niks meer waard ben, of ik niks meer kan. Of het leven kut is, of niks meer goed gaat. Ja, gewoon alles is gewoon kut. Ik ben gewoon snel geraakt. Maar ik merk ook wel dat ik gewoon snel tot de kern ga bij mezelf. Dus er kunnen ook wel mooie dingen uitkomen. Ik kan dan ook niks meer leuks uit mijn leven halen op dat moment. En ik weet dat dat wel weer overgaat natuurlijk. Niet dat ik erin blijf hangen. Als je nou last hebt van de dinsdagdip, en dat heb je iedere keer als je ecstasy gebruikt, en die dip wordt misschien wel erger en erger, want je schopt je hele huishouding, serotoninehuishouding in je hersenen, die zo belangrijk is voor je gelukkig voelen, die schop je in de war. Dus als je daar al een beetje gevoelig voor bent, kan het best wel zijn dat je daar op een gegeven moment langer last van hebt dan alleen op die dinsdag. Als je dat nou merkt, is het echt wel goed om daar gewoon gelijk over in gesprek te gaan met mensen in je omgeving en misschien ook wel met je huisarts. Want hoe eerder je erbij bent en hoe eerder je daar iets aan kan doen, hoe minder lang zo'n depressieve fase zal duren. Nou, allereerst realiseren dat het een dinsdagdip is. Dat is vaak wel stap 1. Ja, ik denk dat ik gewoon altijd iets aan het doen ben, juist. Om een beetje bezig te blijven. Ik denk dat ik maar een paar keer echt een beetje last had van een dinsdagdip.
Ja, ik vind ook als je met zo'n gevoel opstaat, dan heb je ook als je verder niet echt iets hoeft te doen, het recht om te zeggen van, weet je, ik schuif mijn hele to-do-list eventjes aan de kant en ik ga gewoon even series kijken. Of ja, soms ga ik ook echt naar het bos even wandelen, weet je wel, in je eentje. Gewoon, ja, ik vind dan moet je gewoon echt een beetje lief voor jezelf zijn, want je kan wel dingen gaan proberen te doen, maar het gaat toch niet werken. Afspreken met mensen en chillen en ja, gewoon afleiding voor afleiding zorgen en gewoon chillen gesprekken hebben en niet aan kutdingen denken. Ik doe altijd de verkeerde dingen als ik een dinsdagdip heb. Ik heb pas ook een dinsdagdip. En toen ging ik een documentaire kijken, maar over mensen met eetstoornissen en zo. En dat was echt fucking dom. De dinsdagdip heet niet voor niks. Dinsdagdip is een beetje gebaseerd op dat, misschien al lang niet meer altijd zo, maar mensen vaak in het weekend of op zaterdagnacht gaan feesten en dan inmiddels ecstasy gebruiken. En dat het een paar dagen later eigenlijk het ergste is, dat je je down voelt en lusteloos. Dat kan verschillende verklaringen hebben. Dat kan zijn dat dat tekort aan het stofje serotonine, dat dat even nodig heeft voor je hersenen om van, oh, daar heb ik een tekort aan, daar moeten we aan gaan werken. Maar ik denk dat ook wel een belangrijke verklaring is dat als het een goed feest is geweest, heb je ook nog wel de zondag en misschien wel de maandag nog de positieve naflow van dat het zo leuk was. Dus je bent ook nog wel aan het nagenieten. En dan komt de klap van, oh, ik zit weer in het normale leven en ik ben niet meer op het feest en ik moet weer allemaal dingen doen waar ik misschien geen zin in heb. Die komt dan gewoon wat later. Stel, je kruipt achter het stuur na een wild weekend op een dinsdag. Je wordt staande gehouden door de politie. Die nemen een speekseltest bij je af. Nou, als je meer dan een toegestaande hoeveelheid drugs in je bloed hebt, dan rijd je gewoon ook op een dinsdag nog steeds onder invloed. En dat betekent dat je strafbaar bent. Uitkijken dus.